De eeuwige sportvelden, een eerbetoon aan overleden sporthelden. Met vandaag Aad Mansveld, clubicoon van ADO Den Haag. Hij won met die club in 1968 en 1975 de KNVB-beker. Als laatste man was zijn handelsmerk het inschuiven en zijn scorend vermogen. Hij scoorde in 458 wedstrijden maar liefst 71 keer voor ADO. Hij speelde kort voor Feyenoord en FC Utrecht. Maar in Den Haag is hij nog altijd een legende. Aad Mansveld overleed in 1991 aan de gevolgen van longkanker. Ik vind namelijk zo, als je een voorsprong hebt met 1-0... en dat je probeert te scheven, dat je de bal in de ploeg moet houden en niet zo snel balverlies moet hebben, dat je ook met een ingooi wat rustiger aan zou kunnen doen. Nou, het schijnt dat je echt tientallen minuten in één wedstrijd gepikt hebt. Het is namelijk wel zo. Je kan een vrije trap nemen en die kun je ook rustig nemen. Ik bedoel, geen ene scheidsrechter zegt tegen mij dat ik hard naar die bal moet lopen om die bal te gaan halen. Die kan ik ook op mijn gemak gaan halen. Ja, Lex, Aad Mansveld, het icoon van ADO Den Haag. Waarom is nou hij juist uitgegroeid tot het boegbeeld van ADO of FC Den Haag? Het was natuurlijk een jongen van de club, zoals ik ook een jongen van de club was. Bent. Maar voor hem is natuurlijk het grootste manko geworden dat hij overleden is. En op een vroege leeftijd natuurlijk. En dat konden we niet bevatten, kan nee, ik me nog herinneren. Niemand kon het bevatten. Ik heb het laatste half jaar, drie kwart jaar met hem meegelopen. Hij kon het zelf ook niet bevatten. Maar bij leven, Aad Mansveld, wat deed die naam? Wat riep die naam op? Onverzettelijkheid en vreselijk Haags. Er was een karakter, een hele aardige man. Ja, ja. En wat ik me als eerste van hem herinnerde, hij was profvoetballer en hij had er een baan bij. Hij was verwarmingsmonteur. Hoe? Ja. Verwarmingsmonteur? Ja, verwarmingsmonteur. Hij zat in de verwarmingen. Verwarmingen, ja. Okay. Ja, en eigenlijk heb ik mijn debuut gemaakt omdat hij had verzwegen aan Happel. Hij had verzwegen dat hij een brandplek had op zijn enkel. Toen zei Happel, ja, Mansveld kan niet spelen, maar daar was hij niet blij mee natuurlijk. En toen moest ik mijn debuut maken. Wat was hij tegen een kachelpijp aan staan leunen? Nee, ik denk dat er met lassen of zo, dat er een stukje lassen is er een stukje in zijn broekspijp gekomen. Ook een groot bewonderaar is Aad de Mos en die maakte deze reportage. Ja, Aad Mansveld als stoere verdediger, als Haagse jongen die het moderne voetbal eigenlijk inluidde met het inschuiven als libero. En ja, fantastische traptechniek had. Vreselijk goed kon koppen. En ook voor mij een voorbeeld was om bij ADO te spelen als centrale verdediger. Je hebt dus de Aad Mansveld tribune waar we nu staan. Achter de goal. Ja, dan ben je wel een hele grote speler geweest als je dus op die manier wordt geëerd door je club. Dan ben je natuurlijk wel een icoon. Toch heb je altijd weer in je hart. En dat heeft te maken met je verleden. Dat Zuiderpark. Je jeugdopleiding in die tijd, vlak na de oorlog, was er maar één ding. Dat was voetballen. Het Zuiderpark, dat was naast de school, was dat het belangrijkste in je leven. Daar ging je voetballen en daar wilde je ook profvoetballer worden. Want dat was het doel van al de jonge gasten. En vanaf die periode is hij eigenlijk doorgebroken in het eerste elftal bij ADO. En werd natuurlijk ook het boegbeeld, haalde het Nederlands elftal. En was een speler uit het Haagse. Ja, dit is natuurlijk ook Aad. Dat was ADO, alles door oefening. En ik moet zeggen, hij was ook wel een trainingsbeest. Hij heeft dus alles gedaan om zichzelf te verbeteren. Dat kan ik me herinneren, daar was hij ook heel sterk in. Hij was tweebenig. Dat is ook een heel belangrijk wapen, wat je ook niet meer ziet tegenwoordig. Tegenwoordig zijn ze allemaal eenbenig, maar hij heeft er alles aan gedaan om tweebenig te zijn. Hij kon een bal neerleggen met zijn linkerbeen, met zijn rechterbeen. Kopbalsterk. Mansveld heeft hem. Mansveld wilde doorgaan in een 1-2 met deze man. Van Leeuwen, Kila, Van Baarden. Rechtse paal staat Mansveld. Ingekopt, ja, Mansveld, eindelijk dan toch.
Maar Mart, jij zegt, ja, opvallende persoonlijkheid, mooi accent. Ik krijg er zelf ook kippenvel van als geboren Hagenees natuurlijk. Maar hij kon ook goed voetballen. Ja, precies. Want hoe was hij als voetballer? Goed. Ja? Stevig. Ze gingen hem niet voorbij. Ik heb wel eens, ik had het met Lex nog over. Als Rinus Israël niet op die plaats had gestaan in het Nederlands elftal, dan had Mansveld daar waarschijnlijk gestaan. Denk ik wel eens. Hij was onverzettelijk. Hij kon ook steenhard zijn. Hij legde je zo neer. Gemeenheid. Ja, voor 17 cent legde hij je neer. Dat zei hij ook zelf. Hè? Ja. Ja, je komt mij niet voorbij, hoor. Ja. Nee. Was hij een echte verdediger? Niet helemaal, want meestal keek hij wat er achterbleef. Want hij had natuurlijk een schitterende paas. Ja. Hij kon redelijk goed voetballen. De dominerende Haagse aanvoerder gaat zelf die vrije schop nemen. Dit is de aanloop. Hij geeft een goed paasje naar Perazic. Hij moet nu trekken. Doet dat goed. Kroos is hem kwijt. En het is een goal. Maar wat zijn grootste aanwinst voor ons was, dat hij natuurlijk aanvallend ook zijn steentje bij had. Hij maakte ook gigantisch veel doelpunten. Ja, hij maakte veel doelpunten. Strafschoppen of vrije trappen. Ja. Aadmensveld op Piet Schrijvers. Daar gaat hij. Goal. 1-0 FC Den Haag. Het enigste manco van Aad was dat hij... Hij had zeg maar een transfer moeten maken naar een grote club. Dan had hij... Maar misschien wilde hij dat niet. Nee, maar hij heeft wel uitstapjes gemaakt. Adel liet hem niet gaan. Dat zegt Lex ook. Hij is naar Feyenoord gegaan in de herfst van zijn carrière. Ja, toen was hij eigenlijk te laat. Ja. Dat was jammer. Ja, en had eerder moeten gaan. Ja, had veel eerder moeten gaan. Want dan had hij wel tot een internationale voetballer uit kunnen groeien. Aad Mansveld is ook in het centrum. Daar is Schoenmaker die kopt. Zwanenburg moet schieten. Mansveld moet schieten. Hij scoort! Bravo, bravo, Aadje Mansveld! Maar hij kon echt 2-3 man en had hij een vreselijke pegel in zijn voeten. En hij... Hij kon een elftal, als je praat over een extra dimensie geven. En meestal gebeurde vanuit het middenveld of zijn dat spitsen. Dit is een schot van Mansveld. Zit erin! Mansveld, wat een goal! Wat schitterend! Mansveld! En hij werd dus steeds meer een cultheld. Omdat hij natuurlijk ook veel goals maakte. En ook in Europacup-wedstrijden tegen bijvoorbeeld West Ham United. En in wedstrijden tegen Feyenoord of Ajax stond hij er altijd. Ja, dan zie je hier bij de inkomst al bij ADO. Zie je dus Aad Mansveld, een karakteristieke houding. Aad in de typische kleuren van ADO in die tijd. Mooie shirt. Rood-groen. Wit kraagje, aanvoerdersband. Maar het leuke van de foto is ook dat hij eigenlijk op één schoen staat. En zijn schoen in zijn hand heeft. Hij had enorm gevoel voor humor. Hij stond dan aan de basis van veel lachen en dollen. Dat hoorde erbij in die tijd. En hij kon ook bij tegenstanders het bloed onder je nagels wegzuigen. Door een rake opmerking te maken tegen spitsen. Dat ze nog een doos onder schoenen hadden zitten. Of niet denken dat je vandaag hier in het Zuiderpark iets kunt gaan halen. Want wij zijn hier baas. Jij bent aanvoerder van FC Den Haag. Ja, ja. Jij vindt het misschien ook leuk dat ze je oma Aadje noemen. Nou, die tijd is dus geweest. Dat was toen die tijd zijn we toen al een heel erg jong elftal. En toen zeiden ze oma Aadje. Maar tegenwoordig is het opa, hè? Aad had wel bepaalde humor. Want die kon wel natuurlijk af en toe heel vrolijk uit de hoek komen natuurlijk. Kijk, die foto. Ja. Ja, die is genomen toen bij... In het COC? Nee, dat was in trainerskamertje. In trainerskamertje. Het is bijna Haagse humor, dit. Ja, nee. Maar wij hebben natuurlijk wel heel veel samen meegemaakt. Ik ben door hem ook in het eerste gekomen. We hebben samen... aten we patat friet bij hem. En later dan maak hij zijn trieste afgang mee met die zware ziekte. En ja, dat vond ik toch wel heel erg. Denk je nog wel eens aan hem? Ja. Ja, het was niet te bevatten. Nee. Echt niet. Ik bedoel, als je zo'n 3-4 maanden met hem meeloopt en soms naar het ziekenhuis. En het vervelend was dat je hem ook nog wel eens moest begeleiden op het laatste moment naar de wc. Ja, dan had hij wel humor. Ik zeg, ja, maar ik doe wel alles, maar ik hou hem niet vast. Ja. Maar dan kon hij dan nog wel om lachen, weet je wel. En ja, dat was wel de humor die hij ook weer bij hem had. En, ja. Als je ziek bent, dan wil je in ieder geval toch wel wat doen. Ja. De laatste half jaar van zijn ziekte hebben we dat geprobeerd. Om zoveel mogelijk dingen te blijven doen. Ja, gewoon dingen. We zijn een keer wezen snoeken. Nou, hij kon helemaal niet vissen.
Ja, ik zeg, ja, het enige wat jij kon vissen was achter het net. Ja. Voor de rest, nee, vissen hield hij niet van, maar we hebben het toch een keer gedaan. Ja. Ja, we hebben niks gevangen, hoor. Maar het was wel een mooie dag. Je weet wel dat iemand ziek is. Hetzelfde hebben we nu met Cruijff. Maar je gelooft nooit dat zulke mensen, dat zijn legendes, iconen van clubs, dat die ook dood kunnen gaan. Dus dat geloof je dan niet. Nou ja, ik ben bij hem in het ziekenhuis geweest in het Westeinde. Dus hij ging heel moedig met alles om. Hij accepteerde wat er kon gebeuren. En ik denk dat hij tot de laatste dag had hij zijn humor en was hij altijd bezig en vragen stellen. Hoe het ging bijvoorbeeld bij zijn club Laakkwartier, waar hij nog trainer was geweest, of over ADO. En zijn humor die bleef tot de laatste dag, is dat altijd gebleven. Iedereen had er toch het idee dat hij dan weer beter zou worden. Ja, en dan komt die dag dat het niet zo is, ja, dan komt het wel als een mokerslag komt dat aan. Ik kan me nog herinneren, ik was toen in het buitenland, ik was trainer in het buitenland. Ja, dan gaat er wel iets door je heen. Terwijl iedereen eigenlijk dadelijk aan de beurt is, dat weet je gewoon. Maar van die mensen denk je dat niet kan plaatsvinden. Hij was natuurlijk ook heel jong. En omdat hij ook zo sterk was in geest en lichaam, kon je dat niet voorstellen. Maar dat is helaas wel gebeurd. Mart, hoe moeten we ons Mansveld herinneren? Icoon van ADO. Dat zal niet vaak iemand geweest zijn die en links en rechtsbenig zo goed kon pasen vanuit de verdediging. Dat was subliem. Het leuke is dat er nu een tribune naar vernoemd is en ook een tribune naar mij vernoemd is. Dat zijn natuurlijk wel de dingen die hij niet mee heeft kunnen maken en nee. Ik nu gelukkig wel. Ja. Dat is het vervelende. En kijk, er is er maar één zo geboren als centrale verdediger en dat was hij. En er komt ook denkelijk niet meer één zoals hij terug. Het was een haars boefje met een uitzonderlijk voetbaltalent.